In deze video wil ik het met jullie hebben over trainen met een paard wat niet van jouzelf is. Wil jij daar meer over weten? Dan blijf zeker kijken. Ik ga jullie wat vertellen over trainen met een paard wat niet van jouzelf is. Want ik zie de reactie vaak onder de video's dat mensen zeggen van ja, ik heb geen eigen paard of ik werk met een manegepaard en ik mag daar geen voer geven. Kijk, weet je, het lastigste is natuurlijk gewoon als het paard niet van jouzelf is. Als het paard van jouzelf is, kan je zelf bepalen, kan je zelf kiezen wat je ermee doet en hoe je ermee traint. En er zijn gewoon nog steeds heel veel vooroordelen over werken met voer. En die vooroordelen zijn ook niet onterecht. Op het moment dat je niet goed en niet consequent met voer werkt, dan is het werken met voer ook oprecht heel lastig. En daar kunnen paarden ook echt heel lastig van worden. Dus het is niet gek dat een manege-eigenaar bijvoorbeeld zegt van ik wil niet dat er gevoerd wordt. Kijk maar eens op een manege waar wel gevoerd mag worden, hoeveel paarden er inderdaad in je zakken zitten, bijten, opdringerig zijn en vervelend zijn. Dus het is heel terecht dat een eigenaar zegt, ik wil geen voer bij mijn paard hebben uit de hand. Nee, je wil natuurlijk wel graag vriendelijk en eerlijk trainen. Als je een verzorgpaard hebt, dan overleg het natuurlijk gewoon met de eigenaar. Vraag hem eventueel of hij interesse heeft om wat van mijn video's te kijken. Want dan krijgt hij natuurlijk ook alle uitleg. Dus op die manier kan je misschien een keertje samen wat video's kijken, wat stukjes eruit halen. Als je daarvoor openstaat. Kijk, als ze daar niet voor openstaan, ja, dan is het jammer, maar helaas, het is hun paard. Wat belangrijk is om dan nog eens die video te kijken over klikkertraining waarin ik uitleg geef over welke manier je je paard kan belonen. Want ik beloon heel graag met voer, maar er zijn meer manieren waarop je een paard kan belonen. En ik kan me voorstellen dat je paard bijvoorbeeld niet met voer kan belonen, maar je wil hem wel graag goed kunnen belonen, dat je er dan voor kan kiezen om bijvoorbeeld een rosborstel mee te nemen en te zoeken naar die plekjes die hij echt heel lekker vindt om gerost te worden. Ook op die manier kan je je paard belonen. Het tweede wat je natuurlijk moet afvragen is, vooral in het geval van vrijheidsdressuur, paarden die beloond worden voor gedrag gaan dat gedrag vaker vertonen. En als er verschillende mensen met jouw paard werken, dan wordt het wel, of met een paard werken, dan wordt het wel knap lastig om te voorkomen dat een paard dat wat voor jou gewenst gedrag is, bijvoorbeeld een voetje optillen, dat niet gaan doen op het moment dat het niet gevraagd wordt. Want dan wordt het ineens ongewenst gedrag. Dus ben ook heel voorzichtig met wat je een paard aanleert dat niet van jou is. Ik vind het heel onverstandig om paarden die dus van een manege zijn te leren om voetjes te geven, jumpbed te doen, Spaanse pas te doen. Maar eigenlijk ook al, of stijgen vind ik helemaal heel onverstandig. Maar eigenlijk is bijvoorbeeld liggen ook al niet handig. Want stel dat hij heel goed beloond wordt voor liggen en hij ontdekt op een gegeven moment van hé, dat levert mij wat op en gewoon staan levert mij niks op. Ja, dan krijg je natuurlijk vanzelf een paard die misschien op enig moment denkt, ik ga er wel gewoon bij liggen. En dat lijkt heel leuk, maar als je dat doet en niet meer op wil staan, dan kan dat je les wel heel erg verpesten. En ik heb wel eens een paard gekend, dat was nog voordat ik zelf trainde, die hadden ze leren liggen, maar die hadden ze nooit beloond voor het opstaan. En dat paard dacht gewoon, nou als ik erbij ga liggen, dan is er niemand meer die iets van mij gaat vragen, want ik lig hier. Dus die bleef gewoon liggen, die kreeg ze niet meer overeind. Ja, dat is ook wat hè. Dus dat zijn ook dingen om over na te denken. Je wil niet dat je paard zomaar gaat liggen. Je wil niet dat je paard zomaar op zijn knie gaat liggen of zomaar gaat buigen. Dus het is heel belangrijk om correct te trainen. En als je dus niet weet of het mag, dan sowieso niet. En als het wel mag, maar je weet dat er verschillende paarden, mensen met die paarden werken, ben dan heel selectief in wat je ze leert. Dus bijvoorbeeld leren lachen, leren flamen of leren ja knikken. Daar kan op zich niet zo heel veel kwaad. Maar eigenlijk zou ik zeggen, doe met een paard wat niet van jou is, waar we verschillende mensen mee werken, sowieso geen vrijheidsdressuur. Omdat dat dingen zijn die mensen niet verwachten dat paarden doen. Dat is net zoals je vader bijvoorbeeld, die kan hinniken op commando, die doet het graag te pas en te onpas. Ik heb wel eens iemand gehad die zich oprecht zorgen maakte over mijn paard, omdat hij de hele tijd stond te hinniken. Want die snapte niet waarom dat hij dat deed en die vond het heel raar gedrag. En ja, logisch, want het is gedrag wat we niet kennen van paarden. En zolang het dus nog niet common sense is dat iedereen dit doet, ben er dan dus heel voorzichtig mee om dit te leren aan paarden die niet voor jou zijn. Is de algemeenheid met trainen, met het stukje grondwerk wat ik laat zien, en dus eigenlijk het bewust bezig gaan met belonen, dat kan je natuurlijk wel altijd toepassen. Als jij in je les rijdt, dan is het dus heel belangrijk om je te realiseren dat op het moment dat jij je paard vraagt om langzamer te gaan, dat op het moment dat hij reageert, dat je hem dan ook ruimte geeft aan de voorkant, omdat hij braaf heeft gedaan wat je vroeg. Als je hem vraagt om harder te gaan, om in draf te gaan of in galop te gaan, op het moment dat hij beweegt, dat je hem dan ook rust geeft, dus dat je hem dan dus stopt met die hulp te geven, omdat hij doet wat jij van hem vraagt. Dus die vorm van belonen en dat trainingsbewustzijn,
Dat is heel belangrijk om wel mee te nemen bij ieder paard waar je mee werkt. Dat kan je dus met ieder paard ook toepassen. Dus ga je vooral daar lekker in verdiepen. Hoe zorg ik ervoor dat ik in het rijden heel eerlijk ben en heel correct naar mijn paard toe ben? Want als je dat al doet met paarden die niet van jou zijn, dan ben je al eerlijker aan het rijden. Ja, ik hoop dat ik je wat inzicht heb gegeven in hoe je kan werken met paarden die niet van jou zijn. Kijk, een verzorgd paard is natuurlijk altijd een ander dingetje, want dan zit je er een beetje tussenin. Vaak hangt het er vanaf hoeveel vrijheid je van de eigenaar krijgt. Dus gewoon in goed gesprek met de eigenaar dingen vragen, duidelijk aangeven wat je graag zou willen leren, eventueel informatie geven erover. Dan kan er best vaak een heleboel. En met een manegepaard moet je gewoon een beetje aanpassen aan de rest. Als je het een leuke video vond, vergeet dan niet te doen, duimpje omhoog. En als je dit soort video's wilt blijven kijken en meer informatie wil hebben over het trainen van paarden en gratis tips en tricks wil krijgen, dan zeker abonneren. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!